Hij schijnt gesprekken met FIFA-mensen opgenomen te hebben. Dat schijnt onder andere tijdens de Spelen in Londen gebeurd te zijn. Maar ook in andere gevallen schijnt hij documenten verzameld te hebben. Laat dit zien dat de FBI de corruptie binnen de FIFA serieus neemt? Absoluut. Ze hebben dat ook serieus genomen toen met Lance Armstrong. En ze laten zich dan een hele lange tijd niet horen en zien, terwijl ze wel bezig zijn. Maar op het moment dat ze toeslaan, dan is het ook meestal wel raak. Je weet niet welke bal er nu gaat rollen en hoe die bal gaat rollen. En of de kop van Blatter gaat rollen. Nou ja, inderdaad. Wat hopen, Jaap. Laten we het een keer hopen, zeg. Nou, het wordt een keer tijd. Hè? Want het is inderdaad, als je er ziet, de populairste sport ter wereld, de grootste sport ter wereld. En met zo'n organisatie, het is een ramp.